Oké, vandaag doen we een vlog. Eerste vlog. Yeah, let's go. Dus we hebben vandaag gelijk gespeeld tegen Wegma. Dat is kei stoer. We gaan vandaag vloggen over de match. We gaan hier Ewout Geert interviewen. Hoe gaat het? Wat vind je van de match? Hé, wij willen commentaar op de match. Wow. Commentaar. Oké, we gaan iemand anders interviewen. Wij interviewen Matthias. Ik weet zijn achternaam niet. Dus, wat vindt u over de match? Wat vindt u over de match? Het was een, denk ik, een redelijk goede match. Ja, dat is wel stoer. Alleen de referee heeft een beker gekregen op zijn kast voor thuisfluiten. Dus dat vinden wij allemaal zeer goed. Ik ga de vlog beëindigen. Peace. Oh, joh, keistoer. Ik wil dat bekijken. Kun je dat bekijken, Farid? Ja? Kun je dat bekijken? Ja, anders zou je dat niet doen. Ja, maar... Je weet wat ik bedoel, hè. Ze denken dat ze gewonnen hebben. Maar ze zijn IP, hè. Besef. Wee. Hé, Robbe. Wat vind je van de match? Wolf. Volgend jaar zijn wij ook IP. Jongens, even. Hallo. Even voordat we naar binnen gaan. Oké, dus voordat we naar binnen gaan, gasten. Eerst en vooral over de wedstrijd. Ik wil zeggen dat ik heel, heel blij ben van jullie inzet. Oké, gasten. Het was een heel moeilijke wedstrijd. Heel hoge intensiteit, heel hoog tempo, heel warm weer. Maar we hebben dat uitstekend gedaan. We hebben tegen een ploeg dat IP speelt, dat ons altijd moeilijk heeft gemaakt. We hebben het vandaag moeilijk gemaakt. Ze hebben afgezien. Ze hebben heel veel op onze left gespeeld, maar ze hebben niks gekregen bijna. Ze hebben enkel gekregen, een paar keer, een paar keer foute beslissing. Dat is in ons nadeel. Maar we hebben heel goed verdedigd. Heel stevig, heel weinig weggegeven. Heel agressieve pressing. Goed collectief elkaar opgevangen. Heel goed, gasten. Super gedaan. Oké? Spijtig van die gelijkmaker dan ook wel. Maar echt heel goed gedaan. Dan, we zien dat de laatste match is en dat ons seizoen is afgelopen. Wil ik jullie ook allemaal bedanken voor het schitterende seizoen. Oké. Okay. We hebben het heel moeilijk gehad, maar jullie zijn altijd teruggekomen. We hebben heel vaak gevochten met 11 man, 12 man dat we naar de match gingen. Heel zware omstandigheden, half geblesseerd gespeeld allemaal. En voilà. Doe me heel veel plezier en volgend jaar vanaf augustus vliegen we terug in. Ça va? Met dezelfde intensiteit. We gaan afsluiten met een applaus voor ons daar, jongens. Ça va? Goed gedaan. De supporters niet die hier ook heel het jaar stonden. Nu, voilà. Dat vind ik gesproken. En dan, douchen. Ja, maar kijk, iedereen is zo down. Dat is je wat die zijn IP. We spelen gelijk tegen. Wij maken de eerste vlog van Eppegem. Wij maken de eerste vlog van Eppegem. Wilt je op de vlog komen? Op de vlog? Op de vlog. Nee, sorry. Ik kan dat niet. Vlog. Ik kan niet op de vlog komen. Vlog. Met V. Allee zeg. Wilt u op de vlog komen? De eerste vlog van Eppegem. U! Ik vraag niet een cricket, maar eigenlijk aan Oké. Kian, hoe voelde het om te scoren vandaag? Goed. Is dat uw enige commentaar? Nee. Oké. Supporters misschien? Nee. Weet je, als je dat ligt, dat is niet aan het vliegen. Dat is wel aan het filmen. 1, 2, 3, 4, 5, nu, ik ga afsluiten. Bye! Nee, kom. Oh, pie. Emma, hoe sluit het af, jong? Hé, hey, ik kan dat hier niet af. Farid, hoe sluit het dat af? Je maakt niet uit, zet dat gewoon op de grond. Mag je dat niet uit? Ik heb een probleem. Eigenlijk is het een rood. Naar boven op de berg! Naar boven op de berg! Daarom is het zo rood! Daarom is het zo groen! En weet wat die zeggen! En weet wat die zeggen! Farid, hoe sluit je het af? Farid, hoe sluit je het af, dat ding? Stop drukken. Waar? Van boven is er een stop. Hier? De hele tijd aan het filmen, ja. Blijven drukken.